Ja, nou, zoals je ziet heb ik hier Facebook de hele dag aanstaan. Enkele van de mensen die ik heb getraind, die wij hebben getraind, die zijn de rijke omstandigheid dat ze een mobieltje hebben. En blijkbaar toch in een positie dat ze kunnen Facebooken of met internet aan de gang kunnen gaan. Ja, zoals vanmorgen alweer, staat me helder voor de geest, een jonge dame, was de enige dame van die groep. En dan krijg ik daar een levensteken. Nou ja, ik heb daar dus bijvoorbeeld in gezegd: "Oh my God, I'm so happy to hear that you are all right, although the hard times are probably not over yet. Stay strong, help is on its way. I'm proud of my country, they're helping a lot and will start a national fundraising program on television. But Petrina, please say hi to those of the group who made it." Nou, het is bijvoorbeeld een statement wat ik. Ja. En het is emotioneel. Wat is er nog over van het werk wat jullie daar in februari gedaan hebben nu? Ja, dit klinkt heel cru, maar ik denk niks. Ik denk helemaal niks. Misschien dat stadion waar wij dit mochten houden, die trainingen, dat die muren nog wel overeind staan, maar dat zwaar beschadigd is, maar alles eromheen, alle huizen. Het is alsof er een atoombom is ontploft. Nou, dat is deze dame waar ik dus vanmorgen van heb gehoord dat zij nog leeft. En met haar familie. En ja, dat is dan mooi om te horen. Nou, hier het uitdelen van de shirts aan alle kinderen. Dat begon 's morgens om 8 uur. De tribune liep helemaal vol. Er zaten op een gegeven moment 500 kinderen. Ja. Ja, dat doet gewoon ontzettend veel met je. Je denkt, je brengt er wat en dat is één keer weggevaagd. Wat dacht u toen u de beelden zag van afgelopen zondag? Ja, dat is ontreddering en onmacht. En het liefst spring je gelijk in. Nou, wij hebben gemeend iets te moeten ondernemen. We hebben nog een site, takloban.nl. Omdat we willen zo snel mogelijk meewerken aan een stukje herstel, het sportieve herstel. En daarbij roep ik op alle sportverenigingen in Nederland: doe iets voor die mensen. Stort allemaal een euro van mijn part op die rekening. En wij gaan zo snel mogelijk aan de gang om daar een sportcomplex neer te leggen voor die kinderen. Dat ze zo snel mogelijk dit trauma achter zich kunnen laten. Een 9-jarig Tunesisch jochie met zijn moeder. Die jongen is nu voornemens om bij zijn voetbalclub iets op poten te zetten en een bijdrage voor fun te leveren. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En dat was Awatef Barhoumi, ik moet hem even noemen. Dat is gewoon geweldig. Jochie uit Heemskerk, 9 jaar. Nou, als je dat besef bij de jeugd vandaag in ons rijke Westen al kan bijbrengen, nou, dat is geweldig. Dan doe je het als ouder heel goed, vind ik.